Unity houdt je op de hoogte. Iedere dag updates uit je eigen regio. Linda Kapel van B.C. vertelt je over de komende evenementen bij B.C. Sandra Menken maakt met veel liefde en geduld unieke sieraden. In het kader van het Textielfestival, dat van 13 tot en met 16 mei plaatsvindt, exposeert Sandra haar werk in Bibliotheek Merenwijk. Zij toont hier vooral sieraden, zoals armbanden en ringen, waarbij diverse soorten textiel, zoals verveelde wol, zijde lapjes, draad en garens gecombineerd worden. B C is partner van het textielfestival en organiseert op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei twee workshops, namelijk Saichiko, dat is een Japanse borduurtechniek, en een basisworkshop vilt en textiel. Helaas zijn beide workshops al vol, maar als je hier belangstelling voor hebt, hou dan onze brochure in de gaten die begin juni uitkomt, want beide docenten van deze workshops gaan ook cursussen in het najaar verzorgen. Zoek je een nieuwe bassist voor je band, een tenor voor je koor, een hornist voor je muziekvereniging of een danseres-actrice voor je theaterproductie? Kom dan naar het open podium op vrijdag 5 juni. Daar kun je vooraf en in de pauze netwerken. Wil je tussen de ex door jouw oproep doen op het podium? Stuur dan een e-mail naar amateurkunst.nl. Jacobine neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. Kun je de 5e niet, maar wil je wel een oproep doen? Maak dan een dia in PowerPoint. Met je oproep en stuur die eveneens naar amateurkunst.bc.nl. Dan laten wij jouw oproep de hele avond voorbij komen in een presentatie en plaatsen hem door op social media. Wie treedt er eigenlijk allemaal op tijdens het open podium op 5 juni in de theaterzaal van het Leidse Volkshuis? Wendy, die onlangs aan het Singer-Songwriter-Festival Young Quiet Quiet heeft meegedaan, brengt een aantal liedjes ten gehore waarbij ze zichzelf op gitaar begeleidt. Ook is er een try-out van een cabaretier. Het samenwerkingsproject van Karma en Ivo onder de naam Refined stop liedjes uit de pop, jazz, rock of reggae in een nieuw jasje. Lekker akoestisch en puur. Van Messing is pop in je moerstaal. De nummers van deze band vinden hun oorsprong in de kleinkunst en ontpoppen zich tot een aanstekelijk popliedje, een melancholische ballade of een onvervaste rocksong. Innovation is een, de naam zegt het al, innovatieve rockband uit de omgeving van Bosco. Ze bestaat uit vier jonge, maar zeer gepassioneerde muzikanten. Alumnus de Guillermo is een Flamengo-dansgroep met 14 dansers en 4 muzikanten. Zij laten twee dansen zien met live gitaar en zang. De avond wordt afgesloten door Muziekvereniging de Burgt. Zij brengen een mix van klassiek, big band, pop en filmmuziek. Kom dus 5 juni naar het Leidse Volkshuis voor een gevarieerde, spetterende, maar vooral gezellige avond vol optredens. Wil je deze informatie nog eens rustig nalezen? Kijk dan op bpc.nl of volg ons op Facebook en Twitter. Updates terugluisteren, kijk nu op Unity.nu.